ben geboren in 1947 in de buurt van Amersfoort in Nederland. Ik ben in 1965 begonnen met de studie diergeneeskunde. In 1971 ben ik dan afgestudeerd als dierarts en ben ik meteen begonnen om in Utrecht te werken op de kliniek verloskunde. En sindsdien werk ik dan inderdaad in Gent. Ik ben decaan geweest gedurende 9 jaar van 1997 tot 2006. In je jeugd heb je natuurlijk altijd wel ideeën over het latere leven. Maar wat ik altijd graag heb gewild, dat is toch iets betrokken blijven bij de landbouw en veeteelt. Since I was born, I dreamed of being a Budweiser Clydesdale. Only problem is, I was born a donkey. So all my life I practiced the Clydesdale walk and the Clydesdale pull. I even tried hair extensions on my lower legs. And then came my big interview. They looked me in the eye and said, "What makes you think you can be a Clydesdale, son?" And what was my answer? I must have said something, right? Ik denk dat het rond 10 of 15 augustus was dat wij in Joegoslavië, in Mostar, wat in de oorlog 1993-94 helemaal kapot geschoten is, dat ik in Mostar op de ene kant van de brug liep en op de andere kant van de brug kwam mij tegemoet professor Dubois, die mij gevraagd had met zijn vrouw. Wij kwamen elkaar midden op die brug tegen, hij van de ene kant, ik van de andere kant, en het eerste wat hij mij vroeg was of ik nog zin had om bij hem te komen werken. Ik was helemaal verbouwereerd natuurlijk, want ik had het helemaal niet verwacht en ik heb ja gezegd. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik heel tevreden ben met mijn leven tot nu toe. Hier ook altijd, moet ik zeggen, met heel veel plezier en met heel veel genoegen gewerkt. Ik geef graag onderwijs en ik kan niet anders zeggen dat ik het heel graag doe. Carrière is natuurlijk toch iets waar je zo langzamerhand, ik ben nu 62, alles over gaat nadenken. Ik ben momenteel zelfs bezig met een boek te schrijven. Dat gaat over testosteron en de man. Dat boek is al een heel eind gevorderd en ik hoop dat dat ooit een keer uitgegeven gaat worden. En zo heb ik nog wel iets wat ik graag zou willen doen na mijn pensioen. And she's like, "Want to go to a banging party, yo?" And I'm like, "Yeah." And she's like, "Shall we two-way Alicia?" And I'm like, "Hells yeah." And now we're all at this banging party and getting 10 tons of nasty. Let's go, VIP, boo, race, go. Holla back, youngin'. Holla back. Holla back, youngin'. Ja, moet ik ook eerlijk zeggen, een beetje gemengd. Ik vind het natuurlijk prima. Maar ik geef graag les en als het iets is wat je graag doet, dan vind je dat eigenlijk heel gewoon. En als mensen je dan voorstellen als wijze prof, dan sta je er toch even van te kijken. Maar ja, ik doe dan maar mee en ik wacht maar rustig af. Dan komt het op.
Ja, heel graag gedaan. Tenminste, jij zegt maximaal een half uur, maar het is niet zo. Ik dacht wel zo, ja. Oh,